Tijdens de RVM van woensdag verraste vicepresident Ronnie Brunswijk vriend en vijand met zijn uitspraken. Vooral uitspraken richting de president, maar ook richting de samenwerking. We spraken hierover met DA91-voorzitter Angelique del Castillo. En aan haar vroegen wij hoe serieus wij deze uitspraken van de VP moeten nemen. Del Castillo die ging er als volgt in hierop. En ja, je vraagt je af van kijk, we hebben een deel ervan is geen verrassing voor ons. Vanaf het begin van deze regering is het duidelijk geweest dat we hebben het ook gezegd dat er twee regeringen zijn. Datgene wat de president uitzet, wordt vaak ook niet onderschreven door de vicepresident. Denk maar aan de situatie toen we het hadden over profielen voor functies, het afschaffen van de verkeerde gewoonte om familie en vrienden te benoemen. Ze waren het niet eens met elkaar en het werd ook openlijk gezegd. Ja, maar niet zo dat ook dat van de benzine, hè? Voor de goudsector, daarmee is de VP ook niet eens. Ja, dus we zien dus dat het probleem dat ik heb met dit geheel is dat een vicepresident een bepaalde rol heeft binnen een bepaald instituut. Dus onderdeel van de belangrijke instituten van staat. En een vicepresident moet samen met de president de samenleving zekerheid geven. Voorspelbaarheid geven en het gevoel van eenduidigheid. Dat er in ieder geval daar één route is uitgezet en dat iedereen daarachter staat. Het probleem dat we nu hebben is dat het instituut van de vicepresident, het profiel dat daarbij hoort, is niet meer het profiel van de persoon die het invult. Want de persoon die het invult, voldoet dus niet aan deze voorwaarden die we stellen. En moeten wij als samenleving ons gaan bezighouden met de persoonlijke misverstanden of miscommunicaties? Nee, ik denk het niet. Dat is niet aan ons besteed. Als we volwassen politici hebben en mensen die begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is in het besturen van ons land, het bieden van toekomstmogelijkheden aan deze samenleving. We hebben alsof ellende over ons heen. U had het net over die benzineprijzen, dat ook daar een issue is waar hij het niet over eens is. Beleid moet binnen kamers worden besproken en de overeenkomst en in een democratische samenleving zullen er meningsverschillen zijn tussen president en vicepresident, minister en zijn vicepresident, maakt niet uit. Maar die moeten ze intern laten strijken. En wanneer ze naar buiten komen, horen ze ons een eenduidige boodschap te geven. Ik heb geen boodschap aan het slachtofferrol geven aan zichzelf van de vicepresident, want dat is wat hij doet. Het grootste slachtoffer zijn wij, die samenleving. Want weet je wat gebeurt wanneer een vicepresident, het instituut van de vicepresident niet meer fungeert zoals het hoort. En wanneer de twee instituten van president en vicepresident niet eensgezind optrekken en met een open vizier naar elkaar bezig zijn en een gericht beleid uitrollen samen voor deze samenleving. Wij zijn het slachtoffer en we zijn het slachtoffer. Kijk maar wat er gebeurt. Die koers is niet meer in de hand te houden. Er wordt van alles en nog wat aan ons verteld, wat men gaat doen. Allemaal oude, beproefde methodes die geen duurzame oplossing ooit hebben geleverd. Het is niet meer in de hand te houden. Hoe komt dat? Er is geen vertrouwen vanuit die samenleving. En hoe komt dat? Omdat we mensen hebben die geen volwassen politiek voeren in dit land. Die zichzelf in een slachtofferrol. Als er iets gebeurt waarbij de president bang is dat zijn directe stemmers dat niet leuk gaan vinden, dan wordt het idee opgewekt alsof het niet door hem komt, maar door de vicepresident. Wanneer de vicepresident meent dat er iets gebeurt dat zijn directe stemmers misschien niet prettig gaan vinden, dan wordt er gezegd, ja, maar ik ben niet eens, is de president. Dat is kinderachtig. Suriname heeft behoefte aan volwassen politici. Mensen die staan voor wat ze op hun schouders hebben genomen. Die samen aan tafel zitten en oplossingen breien, compromissen maken. Kijken wat in het belang is van die totale samenleving. Want misschien is marktconform betalen voor brandstof niet in het persoonlijk belang van de heer Brunswijk die op goudconcessies werkt. Dat is het. Maar het is wel in het belang van die samenleving. Want die samenleving kan niet betalen voor mensen die grof geld, US dollars maken. Waarvan je ook nog vaak afvraagt, betalen ze ooit wel belasting? Ik heb nog nooit een belastinguitdraai. Ik vraag het elke keer weer. Waar zijn de belastinguitdraaien van de heer Brunswijk? Van zijn bedrijven, zijn grootconcessiebedrijven en zijn houtconcessies? Laat hij dat publiceren voor ons.
Laat hij die volwassenheid tonen om ons te zeggen, ik draag bij keihard aan, aan de opbouw van dit land. Toch? Mijn bedrijf draagt bij. En laat hij ons ook aantonen dat hij conform de wet geen belangen heeft in die bedrijven op dit moment. Want hij mag dat niet grondwettelijk. Toch? Maar wat we zien is dat ons belang als samenleving ondergeschikt gesteld wordt aan het persoonlijk belang van de mensen die in positie zijn. Vanwege het feit dat ze zich niet conform de wet ook opstellen en de grondwet. Dat ze daar geen belangen nu mogen hebben. Wordt het en dat, wat gebruiken ze dan als dekmantel? Een kinderachtig spelletje van is hij, is niet ik, is ze, is... Weet je, het, we hebben er geen behoefte aan. Denk je dat ik mij moet gaan bezighouden met als meneer Brunswijk meneer Tjaan wil vertrouwen? Als hij hem niet vertrouwt, niet genoeg vertrouwt om samen met hem beleid te maken. Laat hij het volk een genoegen doen. En laat ze verkiezingen uitschrijven. Laat ze eraan naartoe gaan dat er zo snel mogelijk die kiesregeling wordt aangeboden. Want dit volk is op dit moment van alles ontnomen om zich democratisch een nieuwe regeerders aan te meten. We hebben niet eens een behoorlijke kiesregeling, toch? En er wordt geen haast meegemaakt. Dat is waar ik meneer Brunswijk over wil horen praten als vicepresident. Dat hij, laat hij het zo zeggen, dat hij het regeren in dit stramien waarin ze zitten, dat hij daar geen langdurige stabiliteit meer in ziet. Want dat is het probleem. En dat hij dus een beroep doet op de president en met de president samen eraan zal werken om voor maart 2023 te zorgen dat we een kiesregeling hebben. Dat is wat ik wil horen. Ik heb ook nog de vraag gesteld die dag, mevrouw Del Castillo, maar u blijft trouw in de regering. Zegt hij daarop dat hij voor 5 jaar is gekozen? Dus dat zijn die kromme dingen. Dus waarvoor... Waarvoor ben je gekozen? De heer Brunswijk is als voorzitter van de ABOP kandidaat geweest en hij is gekozen en in het parlement gekomen. Ook iets waar heel veel mensen vraagtekens over hebben tegenwoordig. En het gaat niet alleen om meneer Brunswijk, want we hebben ook meneer Boutersen daarvoor gehad. En als we er geen stop aan brengen, gaan er meer komen. Toch? Mensen met een cv die geen model staat voor goed bestuur. Toch? Mensen met meneer Boutersen gehad, die nu bezig is met zijn veroordeling voor 20 jaar vermoord op zijn eigen burgers. Meneer Brunswijk wordt internationaal gezocht. Hij kan nergens naartoe. We hebben een vicepresident die we betalen om het land uit te dragen, maar hij kan niet. Toch? Dus we worden ook nog wat dat betreft bestolen. En we moeten als volk leren dat we dat soort mensen niet moeten kiezen. Het gaat niet om die mensen, deze twee persoonlijk per se. Maar het gaat om ieder mens die wiens profiel niet voldoet aan datgene wat we als land nodig hebben in die posities. En wij hebben toen al, toen de regering geformeerd werd, aan de man die nu president is, meneer Santokki, gezegd. Meneer Brunswijk moet niet in publieke functies plaatsnemen. Het is niet goed voor deze samenleving. Laat dat het waarschijnlijk ook niet goed voor hem is. Want je ziet wat nu met hem gebeurt. Toch heeft het idee dat hij gevolgd wordt. Ik bedoel, dus laten we voortaan als burgers op onze zaak letten. Dit is niet in ons belang. Meneer Brunswijk is gekozen, hij is in het parlement. Hij heeft stuivertje verwisselen gespeeld met de positie van parlementsvoorzitter. Op die manier ook die functie gedevalueerd. Niet doordat hij daar was, afgezien daarvan. Maar het feit dat hij stuivertje verwisselen heeft gespeeld. Hij was het voor een dag of twee, zodat zijn foto aan de wand kan hangen. Ik zeg, weet je, hoe kinderachtig kan je zijn? Dat is gewoon, weet je, en dat betekent dat je dus het belang van die samenleving, het belang van die staat, is ondergeschikt aan je jongensdromen. Zo werkt dat ding niet. We hebben volwassen mensen nodig in de politiek. Ongeacht wie je bent en van waar je komt. Maar één grote eis die we moeten stellen aan iedereen is dat je volwassen bent. En volwassen politiek betekent dat je weet dat je onderling van mening gaat verschillen. Maar dat het volk daar geen boodschap aan heeft. En je het volk geen genoegen doet door dat naar buiten te gooien. Je moet dat intern met elkaar uitwisselen. En in democratische wijze wordt dan een besluit genomen in het belang van die samenleving. En als je het nou helemaal leuk vindt of niet, maar wanneer je naar buiten komt, dat is het besluit dat we hebben genomen. Want wanneer de verschillen zo groot worden, dat je staat te, als het ware staat te huilen in een hoek. En bij iedereen, je wil de sympathiekaart, je moet een meelij met me hebben, anomie. Dan is het moment aangebroken dat je moet beseffen dat je daar niet meer kan zijn. Als je die volwassenheid niet meer kan opbrengen. Dan moet je zeggen, laat het volk opnieuw een uitspraak doen. Ik kan hier niet langer blijven. Maar dit spel hebben wij enkel behoefte aan. Want weet je wat het doet, meneer Ganesh?
internationale wereld kijkt naar ons en denkt, wat voor een land is dat? Wat voor een bestuurders zijn dat? Op wiens woord kan ik nog afgaan? En wanneer je niet meer af kan gaan op regeerders hun woord, ik heb dit al vaker gezegd als partij, hebben we dit vaker gezegd, we hebben blunders gezien in het buitenlands beleid, waarbij we ons woord hebben gegeven aan buitenlandse staten, terug moesten komen daarop. We hebben blunders gezien met zogenaamde ondernemers naar onze samenleving. Denk maar aan HPSG en al datgene dat nadien gevolg is. We gaan rustig door met dezelfde beleidsmakers. Onze president die in het buitenland, kijk de kwestie met Guyana ten aanzien van de visvergunningen. Ook daar betrouwbaarheid in onzekerheid. Wanneer je dat hebt, is het volk het grootste slachtoffer. Want investeerders hebben geen belief meer in je. Ze kunnen, als een investeerder nu met de vicepresident praat, moet hij zich afvragen van, maar als deze man me zegt het komt in orde, kan ik erop vertrouwen? En een investeerder gokt niet, hij wil zekerheid. Als een investeerder praat met de president, gaat hij zich afvragen, maar als die vicepresident hier ook een handtekening, misschien zet hij het niet. Dus het kan niet. En het schofferen, wat we nu zien, het schofferen van het Openbaar Ministerie door zowel de huidige VP als de gewezen VP? Ja, dat het Openbaar Ministerie, weet je, de rechtsstaat, ik zeg het altijd, wij maken daar als DA-INTE geen grappen mee. De rechtsstaat is het enige wat nog echt overeind staat in dit land. En je kan er soms je vraagpunten over hebben, van is dat ding wel precies gegaan zoals het moet? We weten dat er vaak, men klaagt vaak over technische fouten die gemaakt worden, ook in voorgeleidingen, et cetera. Er moet meer, maar we weten ook dat het OM, het ministerie van Justitie, et cetera, ze hebben behoefte ook aan versterking. En daar we hebben meer rechters nodig, mensen moeten vaak lang op hun recht wachten, weet je. En als je te lang op je recht wacht, is het onrecht dat je is aangedaan. Maar de wijze waarop een vicepresident praat, hij is mede verantwoordelijk daarvoor. Hij moet zijn, als hij klaar wil zeggen, hij doet zijn werk niet. Want hij is mede verantwoordelijk ervoor om alle instituten te zorgen dat ze uitgerust zijn en de faciliteiten hebben om goed te functioneren. Dus om ze te schofferen, in feite zegt hij dat hij niet deugt in wat hij doet. Want hij doet zijn werk dus niet. Hij begrijpt niet wat zijn job is. Want als vicepresident, als je zegt van hey, ons Openbaar Ministerie heeft manco's, er zijn tekortkomingen, wat moet je doen? Je moet nagaan met de minister van Justitie, weet je, met het Hof van Justitie en vragen van wat maakt dat jullie, waar kunnen wij als regering zorgen dat jullie je werk beter kunnen doen? Want onze samenleving heeft recht op 100% rechtszekerheid. Toch? Maar op deze manier. En dan komen, ja, waarom vervolgen ze die niet en die wel? Die vraag moet je me niet stellen. Je moet je distancieren van elke Surinamer die zich schuldig maakt aan moord, drugsvervoer en allerhande criminele activiteiten. Daarvan moet je je hart distancieren. En je moet je partij ook distancieren van dat soort mensen. En je moet zeggen dat je ze niet in je omgeving wil hebben. En je moet aan kunnen geven aan mijn hart dat je nooit geld zal aannemen van mensen die hun geld op illegale wijze hebben verdiend. Dat moet elke partij in Suriname. Daarom zijn wij ook bezig met het parlement. We hebben al verschillende keren gezegd, wetgeving moet komen om te verbieden dat politieke partijen ongeremd geld van financierders nemen en ongecontroleerd. Er moet controle zijn. Want als je geld neemt van drugsmensen, daarom zijn wij heel voorzichtig met van wie we geld nemen. En daarom zijn we geen rijke partij, maar het is niet erg. Want als we aan het bewind komen, kunnen we samen met Suriname zorgen dat we allemaal er beter van worden. Want we worden niet gechanteerd door niemand en we zijn in niemands broekzak. Maar wanneer je geld neemt als politieke partij van criminelen, als het nou drugs is, moordenaars, maakt niet uit, dan ben je een verlengstuk van die criminelen. En wanneer je in die regering zit, en niet voor niets zeggen internationale instituten nu, dat in Suriname de onderwereld in de bovenwereld zit. Omdat te veel politieke partijen geld hebben aangenomen van mensen die in het crimineel circuit bewegen. En wanneer ze daar komen als beleidsmakers, wat denk je dat ze doen? Bepaalde wetten worden niet gemaakt, bepaalde wetten worden niet gehandhaafd, toch? En bepaalde zaken worden gegund op een wijze die ruimte biedt voor illegalen om mee te doen. Dat is wat gebeurt. En wie is het grootste slachtoffer? Wij als samenleving. Onze veiligheid gaat eraan. Tegenwoordig,
Want hij worden mensen doodgeschoten op straat. Toch? Zaken die niet worden opgelost. Grote drugsvangsten overal in de wereld. Je vraagt je af, als men nu de naam Suriname hoort, dan moet sommige mensen krijgen de neiging om te dokken. Want ze zijn bang dat men gaat alle drugshonden op ze los gaat laten. Dat is wat Suriname aan het worden is. Vanwege deze situatie. En het moet opgehouden. En dat gaat alleen maar opgehouden wanneer we beginnen als politici, als politieke partijen en als burgers. Om geen sympathie meer te hebben voor mensen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Geen onderscheid meer te maken van, ja maar als hij van mijn partij is dan kijk ik anders. Geen enkel Surinamer die zich daaraan schuldig maakt heeft recht om ons te vertegenwoordigen. Om deel van onze publieke instituten te zijn. En om een kans te maken om gekozen te worden. Dat is waar we naartoe moeten gaan als land. Als je dit soort dingen op je kerfstok hebt, heb je geen recht om op een lijst te komen. Maar terwijl het volk dagelijks probeert te surviven, mevrouw Del Castillo, horen wij de vicepresident zeggen, nou, met ik kwam morgen lange verlof. Maar dat is het treurig, hè, meneer Ganesh. En eigenlijk wil ik er niet eens zoveel over hem persoonlijk praten. Want we moeten mensen die zich zo opstellen niet belangrijker maken dan ze zijn. Want de vicepresident is een heel belangrijk instituut voor ons. En waaruit blijkt dat het een belangrijk instituut is, waaruit zou dat moeten blijken? Dat je iemand daar zou moeten hebben die in deze crisistijd dag en nacht werkt voor dat land. Dag en nacht bezig is. En geen onderscheid maakt tussen etnische kleur, cultuur, geld of geen geld, of partij of geen partij. Maar die gewoon dag en nacht bezig is. Die zegt van, elk moment dat ik kan ademen, ben ik bezig problemen op te lossen voor alle Surinamers. Dus zodra je iemand krijgt die je zegt van, ja, ik haal mijn schouders op, mo zwem, zo, mo doe dit. Nou, dan neem je hem niet meer serieus, toch? En eigenlijk moet je er dan van uitgaan dat we als samenleving een salaris betalen, voorzieningen betalen, toch? Waar we niets voor terugkrijgen. We worden gewoon opgelicht.